Welkom bij deze video en vandaag ga ik jou vertellen waarom ik gezond eet, wat ik eigenlijk allemaal eet en hoe dat komt. Laten we snel gaan beginnen. Oké, ik heb de camera eventjes iets verzet. Ten eerste, dit is natuurlijk lang niet alles, maar dit is wat we nu soort van in huis hadden. Maar wat staat hier eigenlijk allemaal? Heel erg veel groenten en fruit, gevroren fruit. Ik heb hier vis liggen, eieren. Ik eet ook kip. Dat hadden we nu niet, dus dat heb ik hier niet liggen. Verschillende noten eet ik. Notenpasta's die ik zelf maak trouwens. Zaden, ik heb ook nog lijnzaad, chiazaad, tonijn, dadels, tahini om hummus mee te maken, maar ook om mijn proteïnepoeder lekkerder mee te maken. Ik gebruik altijd vegan proteïnepoeder van Madison. Hier zitten geen toegevoegde suikers in, geen zooi wat in heel veel proteïnepoeders wel zit. Huttekeze, toch voor de extra eiwitten. Cacaopoeder doe ik heel vaak door smoothies of ook om de proteïnepoeder lekkerder te maken. Avocado's natuurlijk, want het zijn gezonde vetten. Die heb je nodig. Dus dat is eigenlijk een beetje wat hier ligt. Ik ga eventjes deze dingen weer terug doen in de diepvries. Want anders dan heb ik straks ontdooid fruit en ontdooid vis. En die heb ik niet nodig. Maar hoe komt het nu eigenlijk dat ik dit allemaal eet en hoe ik mijn voedingspatroon heb opgebouwd? Zoals veel van jullie weten heb ik een achtergrond met een eetstoornis. Ik heb anorexia gehad. Ik ben eerst geholpen bij het GGZ en later door een alternatief coach en orthomoleculair. Daar kom ik zo meteen op. Maar als allereerste het voedingspatroon bij het GGZ. Dat was heftig. Hoe ik het heb beleefd waren die therapieën heel erg gericht op het eten en op het gewicht. Dus ik kreeg een bepaald streefgewicht. Daar moest ik naartoe. Ik kreeg een voedingsadvies waar ik me aan moest houden. Ik moest elke week een bepaald targetgewicht halen. Dat was best wel een stressvolle periode, omdat de voeding die ik daar voorgeschreven kreeg niet de genezing van mijn lichaam ondersteunde. En dat is hetgene wat ik achteraf heb geleerd. Want fast forward ben ik uiteindelijk geholpen door een alternatief coach en orthomoleculair. En een orthomoleculair is iemand die eigenlijk zoveel weet van voeding en van supplementen om je lichaam helemaal te herstellen. En dan gaat het over je organen, over het gewicht, over je mindset, je haren weer aan laten groeien, ongesteldheid weer aan, want heel vaak valt dat uit en dat hoeft niet per se te komen door ondergewicht. Dat kan ook gewoon komen door de mentale stress die je op je lichaam uitoefent door zo'n ziekte. En toen ik bij haar kwam, heeft zij mij eigenlijk uitgelegd hoe het in elkaar zit dat voeding jou kan ondersteunen. Zij heeft toen een voedingsschema voor mij opgesteld wat totaal verschillend was van hetgene wat ik van het GGZ gewend was. Waarbij het GGZ heel erg gefocust was op de schijf van 5, was dit voedingsadvies heel erg gefocust op de smoothies, de salades, de wokgroentes, de vis, de vlees, de aardappelen liggen hier niet bij. Aardappelen, rijst, boekweitmeel, amandelmeel, kokosmeel staat hier allemaal niet bij, eet ik ook. Dus ik kreeg van haar een heel voedingsadvies wat voor de meeste mensen die uit de eetstoorniswereld komen, maar überhaupt, best wel extreem gezond was. En ik ga je niet liegen als vooral mijn ouders daar in het begin best wel van schrokken. Die dachten, maar wat nou als ze daarin doorslaat? Dat was ook zo. In het begin heb ik me heel erg strak gehouden aan dit voedingsadvies wat ik toen kreeg. Hetgene waar nooit over gepraat wordt binnen het GGZ of andere therapieën, in ieder geval vanuit mijn ervaring, is dat je voeding kan inzetten voor herstel. En niet om de angst over voeding te overwinnen, maar vooral om je lichaam weer te genezen en te herstellen. Wat er bij mij gebeurde, ik zat 2 weken ongeveer in dat voedingsschema. Ik was cold turkey overgegaan, voedingsadvies van de orthomoleculair. Plus ik kreeg ook nog een aantal supplementen. En na 2 weken, er klaarde wat op in mijn hoofd. In 1 keer kon ik wat helderder nadenken. Die donkere wolk die in je hoofd zit, die het zo onderdrukt om dingen aan te gaan, verlichten. Daarnaast had ik ook heel erg veel last van hele zware benen. Alsof ik mezelf
door de dag heen moest trekken en ook hier kwam steeds meer energie. Dus de voeding ging mij ondersteunen. Ik ging helderder uit mijn ogen kijken, mijn haren gingen weer glanzen en aangroeien. Ik merkte dat ik veel minder druk voelde in mijn lichaam, dus een bepaalde stressgradatie ging naar beneden. Dit kwam waarschijnlijk ook door de supplementen die ik op dat moment slikte. Veel mensen zouden tegen mij zeggen, Eva, ben je doorgeslapen? Ik denk op dat moment wel, want toen was ik echt nog super strak op dat voedingsplan. Ik at precies wat daar stond. En ik had eens in de zoveel tijd een soort interventie met haar over hoe gaat het, hoe voelt je lichaam, et cetera, et cetera. Daarnaast had ik op dat moment ook geen streefgewicht. Hetgene waar wij naar streefden was dat je ongesteldheid weer aan was, dat je mentaal helder kon nadenken en dat mijn organen het weer gingen doen, mijn stresslevels omlaag gingen, fris uit mijn ogen kijken. Wat ik in die gesprekken met haar vertelde was dat ik na de maaltijden eigenlijk nog best wel wat honger had. Waarop zij tegen mij zei, oké, maak de maaltijden dan groter. Bijvoorbeeld, in plaats van 3 plakken bananenbrood, pak er dan 4 en smeer er nog wat amandelboter op. In plaats van 1 keer opscheppen, schep nog een keer op. En op die manier kreeg ik vertrouwen in mezelf dat ik kon voelen en kon aangeven wat mijn lichaam nodig had. En op dat moment was dat gewoon heel erg veel, want je bent herstellende. Je moet het zo zien, een batterij is helemaal leeg en door die eetstoornis is het zeg maar nog meer in de min komen te staan. Dus om überhaupt weer die min op te vullen heb je heel veel nodig. En dan weer tot 100% te komen, ja, dat kost gewoon ontzettend veel tijd en energie en heel erg veel voeding. Maar dit soort voeding gaat je wel helpen en ondersteunen. Het is niet kijken naar macro's, koolhydraten, eiwitten, vetten, maar het is ook kijken naar de micro's, vitamine, mineralen, bepaalde antioxidanten die in je lichaam worden aangevuld. En zo kreeg ik een heel ander beeld van voeding op dat moment. Het duurde bij mij nog best wel een tijd voordat ik daarmee kon gaan spelen. Zoals ik zei, in het begin was ik heel erg gefocust hierop. Maar het positieve was, is omdat ik zoveel rust had gekregen in die voeding, want ik deed gewoon precies wat daar stond, klaarde het op in mijn hoofd, zoals ik net al zei. En daardoor kon ik ondertussen de energie die ik daardoor kreeg heel erg goed gebruiken om mijn emotionele problemen op te lossen. Hoe meer stappen ik maakte om al die emotionele problematiek op te lossen, hoe minder gefocust ik werd op het eten en hoe meer vertrouwen ik kreeg in mezelf en daardoor ook in mijn lichaam en daardoor ook in de voeding die ik nam. In de gesprekken die ik had met die ortomoleculair vertelde zij mij ook, Eva, jij mag gaan vertrouwen op als jij zo gezond eet voor jezelf, dat dan eens in de zoveel tijd iets eten als een pizza of friet. Trouwens, hier ligt mijn chocola helemaal niet bij. Waar heb ik die neergelegd? Nou, in ieder geval, chocola. Dan hou je je lichaam ook scherp om niet gewend te raken aan al dat pure en dat gezonde eten. En hoe meer ik dus emotioneel ging verwerken, hoe meer ruimte ik voor mezelf creëerde om dat soort dingen ook aan te gaan. En dat duurde even. Dat kost tijd. Want het hoeft natuurlijk helemaal niet zo te zijn dat degene die kijkt, dat jij last hebt van een eetstoornis. Maar het kan wel zijn dat je door de bomen het bos niet meer ziet en niet meer weet hoe je met eten en voeding om moet gaan. Maar als jij erop kan vertrouwen dat jij over het algemeen heel gezond eet, maar daarnaast ook nog geniet van alle lekkere dingen, dan ben je echt op de goede weg. Plus, je geeft jezelf ook de ruimte en de tijd om het emotionele probleem aan te pakken. En dat was voor mij heel erg fijn. Want omdat er bij het GGZ zoveel druk lag op dat gewicht en op het eten, was er gewoon eigenlijk helemaal geen ruimte en geen aandacht op dat onderliggende probleem. Ook omdat ik het idee heb alsof ze niet weten waar ze moeten gaan zoeken bij mensen. Terwijl hetgene waar ze moeten gaan zoeken is bij de persoon zelf. Waar heb jij last van? Wie ben jij? Waar wil je heen in het leven? Wat heb je meegemaakt? Welk verdriet moet er uit jouw lichaam? Welke blokkades zijn er opgeslagen? Je moet gaan verwerken en dat kost tijd, dat kost aandacht en het kost ook veel energie. Die je beter kan ondersteunen door jezelf te voeden in plaats van jezelf op een bepaalde manier te vullen. Er waren een aantal principes die zij aanhield en dat was voornamelijk lactosevrij eten en glutenvrij. Omdat veel mensen daar toch intolerant voor zijn zonder dat ze het weten. Deze intolerantie kan ervoor zorgen dat jouw darmen niet helemaal goed gaan werken. En niet de nutriënten krijgen die het nodig heeft om bepaalde stofjes en hormonen aan te maken. Dan kan het dus ook zijn dat jij je mentaal minder goed gaat voelen.
En dat is hetgene dus wat ik heel erg merkte. Op het moment dat ik puurder ging eten, beter voor mezelf ging zorgen, konden mijn darmen beter al die stofjes aanmaken, waardoor het in mijn hoofd opklaarde. Op deze manier eet ik nog steeds, wel een stuk vrijer. Ik hou me niet meer aan dat voedingsadvies. Ik weet ondertussen heel veel recepten uit mijn hoofd. Ik weet dat ik fijn en lekker vind om te eten. Ook wat genoeg is voor mij. Heb ik alles verteld? Vast niet, maar ik maak hier nog wel een keer video's over, over wat ik eet op een dag. Ik hoop je een beetje inzicht te kunnen geven in dat de manier waarop wordt gezegd dat je moet herstellen ten opzichte van voeding niet per se het beste is voor jou en ook niet per se het beste is voor je lichaam, voor je geestelijke gezondheid. Dan heb je natuurlijk ook nog dat hele principe van mentale honger. Ik heb daar persoonlijk niet heel veel last van gehad. Ik had het wel met pizza's en zo, pizza's en chocola. En wees niet te streng voor jezelf. Op het moment dat jij emotioneel aan het genezen bent, dan ga je die mentale honger ook beter kunnen waarderen en meer vertrouwen op dat je die dingen aan kan pakken. Ik had op Instagram gezegd dat ik deze video zou opnemen, dus ik vroeg ook of jullie nog vragen hadden. Dus deze ga ik eventjes beantwoorden. De eerste vraag is of een opgeblazen of opgezette buik te maken heeft met dat je door je eetstoornis niet meer ongesteld bent. Oeh. Even denken. Ik weet niet of het per se te maken heeft met of je niet meer ongesteld bent. Maar als je niet meer ongesteld bent, betekent dat wel dat je lichaam niet in een gezonde staat is. En je waarschijnlijk je lichaam niet genoeg en de juiste voeding geeft om optimaal te kunnen werken. Op het moment dat jij dan weer goed gaat eten en genoeg gaat eten, dan hebben jouw darmen een soort opstart nodig. Er zijn een aantal factoren die ervoor kunnen zorgen dat je opgeblazen bent. En dat kan dus in eerste instantie zijn dat je darmen weer moeten opstarten. Daarnaast kan het ook zijn dat je misschien wel voor bepaald eten intolerant bent. Dat kun je onderzoeken bij een bloedtest bij de huisarts of ga naar een ortomoleculaire arts. Ik zal die van mij trouwens in de beschrijving zetten. Opgezet en opgeblazen buik heeft ook met mentaal te maken, want ik heb daar nog steeds wel eens last van. En dat kan zijn op het moment als ik best wel veel stress heb, als ik veel aan het overdenken ben, dan blaast mijn buik ook op. En het kan ook zijn dat je ongesteldheid er aankomt. In de periode voordat je ongesteld wordt, kan het ook zijn dat je lichaam wat meer opgezet en opgeblazen is. Dus het heeft zo verschillende factoren. Ik kan dus niet zo goed zeggen vanuit deze vraag wat voor jou van toepassing is. Maar weet in ieder geval dat als jouw lichaam zodanig beschadigd is dat je geen ongesteldheid meer hebt, dat jouw darmen het ook zwaar te verduren hebben en dat het echt even de tijd kost om dat te herstellen. Doe dat met de juiste voeding. Misschien ga ik hier wel coaching voor doen, want ik mag dat vanuit mijn opleiding natuurlijk, van de hormoonfactor. Want ongesteldheid heeft alles met hormonen te maken. En in je darmen worden hormonen ook aangemaakt. Als er mensen zijn die dat zouden willen, laat het me weten, want wellicht dat ik een coaching traject ga opstarten. Wow, in één keer komen die ideeën uit de lucht. Volgende vraag. Hoe heb je de motivatie weer opgepakt van anorexia naar fit girl? Nou, naar fit girl, dat mocht ik pas op een moment toen mijn lichaam ook weer goed hersteld was. Dus toen ik weer mijn ongesteldheid had, genoeg energie, een goed eetpatroon, waarop ik op mezelf kon vertrouwen dat ik dat ook vast ging houden. De motivatie zat uiteindelijk echt in mezelf. Door goed voor mezelf te willen zorgen. Dat was mijn doel. Om te kunnen vertrouwen op mezelf. Want als je goed op jezelf kan vertrouwen, dan is dat niet alleen met het eten en het... Dan is het niet alleen met het eten en met het sporten zo, maar ook in alle andere facetten van je leven. Next question. Eet je 100% op gevoel of hou je richtlijnen aan zodat je bijvoorbeeld niet onbewust afvalt? Hele goede vraag. Ik eet niet 100% op gevoel. En dat komt omdat ik heel vaak geen honger heb, maar ik wel moet eten. Omdat ik anders dus afval. Inderdaad, precies wat jij zegt. Ik val nogal snel af. Dat ligt nergens aan dan alleen hoe ik gebouwd ben. Als ik niet goed op mijn eten let, ik best wel snel afval. Dus ik eet wel op gevoel in de zin waar ik zin in heb. Dus heb ik zin in het een of het ander, dan neem ik dat. Maar ik hou wel bepaalde richtlijnen aan van hoe vaak ik eet op een dag. Zodat ik in ieder geval weet dat ik genoeg binnenkrijg. Ik hoop dat dat jouw vraag goed beantwoordt. Eet je ook wel eens met regelmaat bewerkte voeding zoals koek, chips en gebak? Koek, chips en gebak eigenlijk nooit. Dit heb ik ook niet gedaan in herstel. Ik heb daar geen cravings naar. Het is ook niet per se iets wat je nodig hebt. Vooral als je er mentaal niet naar craeft dus. Ik eet wel met regelmaat. Ja, wat is regelmaat? Eens in de zoveel tijd. Pizza, zulke dingen.
koekjes en bananenbrood, perenbrood, appelbrood. Zoveel verschillende soorten brood als ik ooit heb gemaakt. Dat eet ik wel, maar dat maak ik dan ook zelf. Dus het is niet bewerkt per se. Nee, eet ik heel erg weinig. En daar voel ik me goed bij. Ik heb er ook geen drang naar. Als dat wel komt, dan zien we dat dan wel weer. Ja, ik heb daar niet zo heel erg veel op te zeggen. Dat waren de vragen die ik had gekregen. Ik denk en ik hoop dat ik alles heb verteld. Als dingen jou nog niet duidelijk zijn, laat het me dan weten in de comments. Je mag me ook een DM sturen op Instagram, die staat hier beneden. Daarnaast kun je me daar ook volgen op Instagram. Je kan me volgen op TikTok. Ik zou het heel erg fijn vinden als je een duimpje omhoog achterlaat. En ook als je wilt abonneren. Klik dan op het belletje, want daarmee word je op de hoogte gehouden elke keer wanneer ik een video upload. Veel liefde voor jou en ik zie je weer bij de volgende video. Down, yeah. I've been feeling so, I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why? Can you tell me why I'm down, yeah? No friends of mine, no friends of mine around, yeah. Now I'm thinking of, now I'm thinking of.